Volgende week verzamelen wij meer bewijs in dit bizarre verhaal. Dan gaan we zelf undercover op de zorgboerderij. Vanaf de zorgboerderij zitten al die kinderen weer op de kamer. Hier is onze dag. De beerput gaat verder open en ex-bewoners vertellen mij hun schokkende verhaal. Sumisha vluchtte een paar maanden geleden weg van de zorgboerderij, waar ze tijdens haar verblijf aan zelfmoord dacht. Ik wilde zo niet langer leven. Ik wist ook niet wanneer het opging houden. De kinderen zijn daar vuil, dat is echt niet normaal. Vat het eens samen. Gevangenis. Ik wil alleen maar geld zien en voor de rest was het echt gewoon werken of verzuipen. Die kinderen kunnen geen kant op. En ze worden altijd naar beneden geduwd, altijd van hersenloze gevallen. En ik word nooit iets met jullie en zulke dingetjes. Zijn die kinderen bang voor de eigenaar? Ja? Ja, als het dood. De onthullingen door onze verborgen camera-opnames zorgen voor meer bewijs. En ik ga verhaal halen bij de zorgboerderij zelf. Want aan deze situatie moet een einde komen. Dat en meer ziet u volgende week. Mocht u in de tussentijd tips of suggesties hebben, dan kunt u deze kwijt via onze website. sbs6.nl/undercover in Nederland.